Ik ben in 1991 terechtgekomen bij Atlas Copco. Ik ben daar deeltijds gestart. Dat was een week werken en een week school. Dat was een opleiding van 2 jaar. Dat was een volledige logistieke opleiding. Dus ik heb heel het magazijn kunnen doorlopen. Daarna ben ik een jaar als stagiair in dienst geweest. En dan ben ik vast in dienst gegaan. Toen ik vast in dienst ben gegaan, ben ik kunnen werken als eerste man van een pakafdeling. Had ik ongeveer 15 mensen bij mij staan waar ik verantwoordelijk voor was. Ik moest ermee zorgen dat het al op tijd werd verpakt, dat het kwalitatief werd verpakt, dat de mensen ook hun opleiding kregen enzovoort. Dan hebben we de kans gekregen om binnen Atlas Copco een lager kaderopleiding te volgen. De bedoeling is ervan om mensen die als arbeider te werk gesteld zijn om door te groeien naar bediende functie. Die hebben we dan volbracht. En dan ben ik in dienst gegaan als meestergast. Dus nu ben ik meestergast op de picking en op de receptieafdeling. En dan heb ik ongeveer 50 medewerkers bij mij staan. Dus dat is ietsje meer overkoppelend. Dat is ietsje meer naar evaluaties toe en van mensen gaan geven, mee gaan aansturen. Maar dat is dan een klein beetje een stap verder eigenlijk. Maar dat doe ik nu ongeveer 8 jaar. Wat ik boeiend vind in mijn job is dan vooral met mensen samenwerken. Uiteindelijk mensen toch wel een klein beetje laten groeien in hun eigen functie. Dus en proberen een groep te creëren. En twee is ook mee gaan aansturen van overloopt een dag zelf, een beetje mee gaan organiseren. En wat ik ook heel interessant vind is dat ik zelf ook de kans krijg om initiatief te nemen om bepaalde verbeterprojectjes te doen. Van de carrière-mogelijkheden van Atlas Copco vind ik dat dat vrij breed kan gaan. Als ik zie naar mezelf bijvoorbeeld, ik ben ooit begonnen als deeltijdstudent. Ik heb heel het magazijn doorlopen, ik heb dan als orderpikker gewerkt enzovoort. En nu zoveel jaar later werk ik hier als meestergast en heb ik een verantwoordelijkheid over een groep van 50 mensen. Dus dat geeft mij toch wel serieuze kansen. Dus en als je het wilt vastnemen, dan krijg je hier zeker veel kansen.